nu heb ik een show die heet Spitsen met dansers en video en toestand. Maar ik kan zeggen dat een behoorlijk aantal nummers in die show die zijn ontstaan op Waddeneilanden. En met name op Terschelling. Want als ik de kans heb, als ik een paar dagen vrij heb, dan ga ik naar Terschelling vaak. Omdat het is zo'n leuke manier om even het gevoel te hebben om helemaal weg te zijn. Je gaat op de boot, je stapt op de boot en dan, ja, dan laat je letterlijk even alles voor wat het is. Nou, ik ben namelijk bijna zelden alleen in mijn leven. Ik heb altijd de hele dag crew, mensen, band of publiek. Altijd mensen. En als ik tijd heb, dan vind ik het ook heerlijk om even alleen te zijn. Maar eigenlijk om weer aan het werk te zijn. Want ik ga vaak naar de Waddeneilanden om te schrijven. Dus om liedjes te schrijven. Ja, omdat ik dan de rust heb om iets te maken. Ja, en dan, daarvoor moet ik eigenlijk alleen zijn. Ja, ik hou heel erg van grote vlaktes. Een beetje, ja, net zo, überhaupt zoals de Waddenzee. Maar een breed strand, en dat heb je vooral op de eilanden, op de Schelling. Niet zoals Zandvoort, wat een klein strookje is waar dan veel mensen zijn. Het is een hele andere sfeer. Ik hou heel erg van je eigenlijk bijna niemand ziet. Ja, ik woon op een boot, hè, in Amsterdam. En, maar bij de Oerol ligt die haven helemaal vol woonschepen. Die komen gewoon overvaren. Maar die verhuren ze dan ook aan muzikanten en artiesten. Ik heb geregeld met de band op zo'n schip gelogeerd. Ja, hartstikke leuk, die sfeer. Toen dacht ik van, oh, ik kan natuurlijk ooit ook mijn schip hier gaan aanleggen.